Hoe ziet het leven na de zaak eruit? Een serie interviews met en over ondernemers die hun zaak hebben verkocht. Over alle ups en downs en dingen die ze volgende keer anders zouden doen. Hij is partner bij Mark Link en vanuit die rol dagelijks bezig met ondernemers die hun bedrijf verkopen. Mijn gast in deze aflevering van Is er leven na de zaak, Tim van der Meer. Van harte welkom, Tim. Ja, laten we beginnen met zo'n verkooptraject. Hè? Schets dat eens. Hoe loopt nou zo'n heel traject? Dat is een hele open vraag. Ja. Ja, een korte vraag en er mag een lang antwoord op komen. Nee, kijk, bij ons komen meestal ondernemers met concrete vragen. Ik heb de keus gemaakt, ik ben er klaar voor, mijn bedrijf is er klaar voor. En we gaan nu beginnen. Hè. Dus het voortraject is niet echt wat wij direct zien. Maar wij beginnen inderdaad met het analyseren van de onderneming. We stellen een informatiememorandum op. Soms laten we al een verkopersboekenonderzoek uitvoeren. En we brengen de markt in kaart. Wie zijn de potentiële kopers? Wie zouden dit bedrijf interessant kunnen vinden? Mm-hmm. En als we alle documentatie klaar hebben, gaan we ook daadwerkelijk de markt op. In eerste instantie anoniem. Proberen we partijen, potentiële kopers of investeerders zover te krijgen om hun interesse daadwerkelijk te uiten bij ons. Zonder dat ze weten over welk bedrijf het gaat? In eerste instantie wel. Om vervolgens na het ondertekenen van de geheimhoudingsovereenkomst wat meer informatie te krijgen. En meestal proberen we in zo'n proces meerdere biedingsvoorstellen uit de markt te krijgen. En soms zijn het dus inderdaad de strategische kopers, soms zijn het financiële kopers. En we merken dat op het moment dat je dat hebt, dat het echt lukt om meer dan 1, 2, 3, soms wel 10 biedingsvoorstellen te krijgen, mm-hmm. dat je de regie in het proces houdt. Ja, dan wel. Want op het moment dat je die koper exclusiviteit geeft in dat proces, mm-hmm. ja, kantelt vaak het de onderhandelingsmacht. Ja. Dus het is fijn om meerdere geïnteresseerden te hebben. Mm-hmm. Vervolgens leggen we zaken vast in een intentieovereenkomst. Gaat de koper zijn boekenonderzoek daadwerkelijk doen? Gaat ze financiering ophalen en moeten de contracten worden uitonderhandeld. En zitten we bij de notaris. Dus vanaf het eerste moment tot aan het einde van koffie tot champagne. Dus heel kort samengevat. Ja, precies. Maar, meestal zijn we daar een half jaar tot 8 maanden mee bezig. Oké. En wat is jullie, even voor duidelijkheid, hoe zitten jullie daar commercieel in? Wat is jullie businessmodel? Krijgen jullie dan een soort kickback op de deal? Of is het uurtje factuurtje? Of hoe werkt dat dan? Nee, wij werken meestal op basis van een succesfee, een succesvergoeding, ja. afhankelijk van de uiteindelijke dealwaarde. Okay. En we rekenen een kleine retainer fee gedurende het traject. Om ook echt het daadwerkelijke commitment te krijgen. Ja, precies. En wat zijn nou goede momenten om bij jullie aan te kloppen, zeg maar? Oftewel, wat zijn nou redenen voor een ondernemer om te zeggen, hey, ik ga mijn bedrijf verkopen? Ja. Nou, je hebt eigenlijk twee typen verkopers, als je het heel grof zou moeten opsplitsen. Hè. Dus misschien drie. De familieondernemingen waar uiteindelijk geen opvolging is. Vaak zien we ondernemers die... dus de tweede groep is de ondernemer die echt op basis van zijn leeftijd uiteindelijk zegt van nou... En eigenlijk de grootste groep op dit moment zijn de ondernemers die nou, gemiddeld zo'n 45, 50 jaar oud zijn en zeggen joh, ik heb dit nu 20 jaar gedaan. Mm-hmm. Of ik verkoop het, of ik wil nog één keertje gas geven. Een deel van mijn bedrijf verkopen aan een investeerder. Dus dat noemen we dan een pre-exit. Ja. En samen met die investeerder toewerken naar een definitieve exit. Ja. En dat verkoop je in feite twee keer je bedrijf. Mm. En omdat eigenlijk private equity als een interessante asset class wordt gezien, is er ook veel geld naar eigenlijk de midmarkt gegaan. Waardoor er veel investeringsmaatschappijen zijn ontstaan die het ontzettend interessant en heel erg leuk vinden om met die ondernemer, met die familie, versneld eigenlijk het bedrijf te laten groeien. Om dan uiteindelijk inderdaad naar een definitieve exit te gaan na een aantal jaar. Wat is makkelijker om mee te werken? Familiebedrijven of gewoon de zelfstandige ondernemer die niet vanuit een familieconcept onderneemt? Nou ja, hoe minder mensen er aan de touwtjes trekken in het beslisproces, hoe makkelijker het uiteindelijk is. Maar ook de ondernemer die zelf onderneemt, heeft vaak nog een echtgenote die meebeslist aan de keukentafel. Mm-hmm. Dus die moet je ook niet onderschatten. Maar inderdaad, in processen waar 15 stakeholders of 15 mede-aandeelhouders meebeslissen, zijn het wel heel veel kikkers die in de kruiwagen moeten richting de uiteindelijke notaris. Vaak is het makkelijkst. Het is nooit makkelijk, maar het minst moeilijk.
om met een ondernemer die echt een plan heeft en echt zegt, dit wil ik doen, dit type koper past daarbij, of deze type, dit type past daarbij. En dat plan uiteindelijk uit te rollen. En hoe belangrijk is geld als drijfveer bij dit type ondernemers? Want uiteindelijk gaat het vaak om grote bedragen. Mensen worden vermogend als de deal goed geclosed wordt. Ja. Hoe belangrijk is dat aspect? Heel belangrijk, hè? Je, als ondernemer verkoop je producten. En je hebt één keer de kans om een van de belangrijkste producten in je bedrijf te kopen. Dat is dan toch het bedrijf. Mm. Dus geld is zeker belangrijk. Toch zie je wel vaak dat de uiteindelijke koper niet de hoogste bieder in het proces was. Hè? Dus het is meer dan alleen geld. Het zijn voorwaarden, het is vertrouwen. En het is natuurlijk ook het idee wat je hebt. Hoe staat mijn bedrijf er bij deze koper over 5 jaar bij? Mm-hmm. Mm-hmm. Dus het is absoluut een. Er ligt heel veel gewicht in de schaal, maar het is niet de enige doorslaggevende factor. Zijn er ook ondernemers die bij jou komen waarvan je zegt, gast, wieberen, die zeg maar met de foute intenties langskomen? En zo ja, wat zijn dat dan? Of zijn er ook ondernemers aan te geven van je zegt, ja, maar die moeten niet eens willen verkopen, want dat gaat toch niet lukken? Of die zitten er op een foute manier in? Ja, kijk, je ziet soms wel ondernemers dat je denkt, nou, je hebt heel snel dit bedrijf opgebouwd met de conjunctuur in je rug. Je hebt 2 keer geluk gehad. Het is geen bedrijf dat verkocht kan worden. En voor ons is het ook zo dat we ons lot verbinden aan de uiteindelijke einduitkomst. Hè. Iedere koper zal een heel goed onderzoek doen. Mm. Dus je valt uiteindelijk in het proces door de mand. Ja, het is gewoon met de billen bloot, volledig. Ja. Nou, anders dan gaat zo'n deal sowieso niet gebeuren. Ja, en ik denk achteraf, in de 15 jaar dat ik dit werk doe, dat we van de meer dan 500 transacties misschien 2 of 3 keer echt achteraf hebben gedacht, dit was een fraudeur. Hè? Dus deze man, de vrouw, heeft met opzet zijn bedrijf. Met verkeerde boeken, met verkeerde fouten. Relatief komt dat eigenlijk niet voor. Nee, okay. Hoe ziet, want we zitten hier ook namens ABN, niet dat we nou over ABN moeten gaan praten, maar ik ben heel benieuwd hoe, want werken jullie samen met banken? Hoe werkt dat samenspel met banken überhaupt? Nou, we hebben uiteraard banken hard nodig in ons vak. De koper maakt heel vaak gebruik van overnamefinanciering in zo'n traject. En op het moment dat een ondernemer zijn bedrijf heeft verkocht, dan is het op zich logisch om met een bankier een keer een afspraak te maken. Om te kijken wat je dan met het vermogen gaat doen. Ja, want dat is een belangrijk. Laten we eerst even, wat zijn aspecten. Zometeen wil ik naar het moment dat je vermogend bent, wat er dan gaat gebeuren. Maar nog even in dat traject naar die verkoop toe. Wat zijn cruciale momenten in zo'n proces die je als ondernemer op orde moet hebben om het goed te doen? Er moeten 3 dingen klaar voor zijn. Dat is, je moet dat zelf echt zijn en dat moet je niet onderschatten. Heel veel ondernemers zijn er gewoon niet klaar voor om echt dat bedrijf los te laten. Dan moet verder je bedrijf er ook echt klaar voor zijn. Hè. Dus als je de familie of de ondernemer eruit haalt, wat blijft er dan nog van die onderneming over? Dus niet te afhankelijk van de persoon? Precies. Ja. En je moet ook een juiste window eigenlijk hebben in de markt. Hè. De afgelopen jaren is een uitstekend moment om zo'n proces aan te gaan. Maar als je 6 jaar geleden een bouwbedrijf of een bouwgerelateerd bedrijf had, was het een minder goed moment. Hè. Dus die 3 dingen, dat moet op het juiste moment moet dat goed zijn. Toch is dit best een rare die je nu zegt. Hè? Want uiteindelijk, je zou het ook om kunnen. Als je omdenkt, zou je kunnen zeggen, dat waren juist uitstekende tijden om te kopen. Zeker. Ja. 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 Maar zo werkt het dan toch niet. Zo'n markt komt dan toch stil te liggen in dat soort laagconjunctuurmomenten. Als het gaat om zo'n bouwvoorbeeld van 6 jaar. De primaire bouw lag wel echt, echt behoorlijk stil. Alleen de toeleveranciers, daar zag je inderdaad wat druk op de waardering. Hè? Dus je ziet wel dan de transacties en de waardering van die bedrijven staan dan wel wat meer onder druk. Dus inderdaad, als je misschien toen had gekocht. Had je spekkoper geweest. Ja. Want hoe hebben ondernemers in Nederland hun papieren op orde, zeg maar? Komen ze allemaal goed voorbereid binnen? Ja, dat valt in principe valt mij eigenlijk altijd wel mee. Het is wel zo dat echt iedere ondernemer van tevoren zegt, joh, laat ze maar komen met een boekonderzoek. Alles klopt bij mij. En zodra je in het boekonderzoek zit, zeg je, jongen, dit slaat echt nergens op wat ze me vragen. Dit heb ik toch niet, dit weet ik toch niet. Dus dat is wel standaard. Want dat gaat inderdaad in zo'n boekenonderzoek wel echt heel ver. Ja? Daar is bijna geen MKB-ondernemer echt 100% op voorbereid. Nee. Maar in de regel staat het er redelijk voor. En helemaal de ondernemingen die
controleplichtig zijn. En dan vaak dan ook al een goede financiële afdeling hebben of een financieel directeur. Ja, daar is dat op zich prima. Alleen inderdaad in het segment daaronder, waar eigenlijk veel van de bedrijfsinformatie en de managementinformatie in de onderbuik van die ondernemer zit, ja, dat is lastig. Zijn er dan ook ondernemers die na een paar maanden denken van, joh, zoek het uit, laat me zitten. Ik heb er allemaal geen zin in. Nee, dat maken we gelukkig niet zo. Nee? Maar dan moeten jullie gewoon harder aan de bak. Of hoe werkt dat dan? Ja. Of hij huurt gewoon iemand in die dan cijfers boven water gaat halen die hij niet had of zo. Want ik ken dat soort type ondernemers inderdaad wel. En je kent ze ook. Ja. Wie zijn je concurrenten? Ja, die heb ik niet. Nee. Ja, ik denk, doe alles mooi. Ja, dat vind ik ook wel mooi. Ja. Concurrenten kies je zelf, zeg maar. Ja, dan ben je vermogend, hè? Dus op een gegeven moment is de deal geclosed. En dan komt er, dan is het gewoon klaar. Komt er geld op je bankrekening, dat kan ik me zo voorstellen. Ja. En dan? Zeggen jullie dan tabé, glaas champagne en houdoe en bedankt? Ja, okay. Ja, eigenlijk, ons werk houdt echt formeel op bij de notaris. Het is alleen wel zo dat je, we krijgen die opdracht omdat een ondernemer ons echt vertrouwt en omdat je echt een klik hebt. Ja. En natuurlijk komt die vraag ook bij ons uiteindelijk. Van wat moet ik met mijn vermogen doen? Wat zal ik doen? Kun je me doorverwijzen naar een aantal goede partijen? Ja. Zeker. Alleen er zijn ook echt heel veel ondernemers die zeggen, ik zet het op een spaarrekening, ik doe er helemaal niks mee. Ja. En we hebben ook meegemaakt dat er ondernemers waren die net zo ondernemend met hun vermogen omgingen als met hun onderneming. Terwijl toch twee totaal verschillende. Ja, want jij zei in de voorbereidingen, las ik, jij zei, succesvol ondernemerschap is iets totaal anders dan succesvol je vermogen beheren. Ja. Wat komt er kijken allemaal bij succesvol je vermogen beheren? Nou, kijk, als ondernemer heb je je vermogen echt in één mandje. Hè? Dus dat was het. En het durven te spreiden en wat geduldiger omgaan met de aanwas van je vermogen, dat vinden sommige ondernemers natuurlijk gewoon echt heel erg lastig. Jij noemt geduldig. Dat is natuurlijk überhaupt al een woordje wat veel ondernemers lastig vinden. Ja, en beleg heb je minder direct invloed op. En dat vinden natuurlijk ondernemers ook wel lastig. Die willen dingen in beweging zetten. Ja. Dus als je het passief gaat beleggen, wat op zich niet altijd onverstandig is, dan moet je denk ik wel voor in de wieg gelegd zijn. In de zin van dat je heel geduldig moet zijn. Ja. Ja. Want wat zie je als meeste gebeuren? Pak dan even die grote groep die jij schetst, hè? 45 jaar, zeg maar 45, 50 jaar. Ja. Dus laat ik het samenvatten, te jong om achter de graniums te gaan zitten, zeg maar. Wat zie je in veel gevallen, wat is een beetje de route die ze veelal bewandelen met hun vermogen? Nou, ik zie toch wel vaak dat ze met een deel van het vermogen echt weer gaan ondernemen. Ondernemer ben je en was je. En hoewel de droom er vaak is om echt te stoppen en te genieten van het leven, komen veel ondernemers er vaak achter dat genieten van het leven toch voor een heel groot gedeelte in het ondernemerschap zelf zit. Dus een deel van het opgebouwde vermogen gaat echt wel weer in ondernemerschap zitten. Ik zie veel ondernemers toch ook wel weer in start-ups, in vastgoed en vaak bij een bank. Ja, toch gewoon het geld daar stallen en er op lange termijn rendement op draaien. En in hoe vaak zie jij ondernemers die dan dromen gaan waarmaken? Ik las op jullie website het verhaal van iemand die een museum had geopend. Ja. Nadat hij vermogend was geworden. Die echt heel wat anders deed. Ja. Hoe vaak zie je dat? Dat ze echt, weet ik veel, een passie gaan vormgeven. Of iets wat totaal niet zagen. Want ook dat museum, het verhaal die ik las, dat levert hem geen echt veel geld op. Maar hij werd er waarschijnlijk wel heel erg gelukkig van. Nee, dat klopt. Hoe vaak zie je dat? Ja, dat zien we niet zo heel vaak. Je ziet toch wel, na verkoop wordt er een korte termijn droom. Vaak een sportauto op de oprit, die staat er snel. Is dat gewoon het eerste wat je doet, is gewoon iets geks doen? Ja, dat heb je wel. Sorry dat ik je onderbreek, maar zijn het veel mannen? Want ik hoor een paar keer een sportwagen, dan zit de vrouw nog thuis die meebeslist. Ja. Zijn het voor het grootste gedeelte? Ik denk dat 90-95%, misschien wel 95% van onze opdrachtgevers, daar is vaak toch wel mannen. Te erg hè, eigenlijk. Ja, daar kun je ook niks aan doen. Nee, het is wel zo dat we de laatste jaren meer vrouwelijke succesvolle ondernemers zien dan 5 tot 10 jaar geleden. Dus we zien wel daar een positieve verandering. En volgens mij kunnen ze het ook best goed. Absoluut. Ja, misschien sterker nog, als je het hebt over geduld. Ja.
Misschien nog wel beter ook dan sommige mannen. Dus sportauto op de zaak. Of op de oprit. Een mooie reis maken. Maar daarnaast al vrij snel gewoon weer dingen gaan oppakken. Ja. En wat ik vaak terug heb gehoord van ondernemers is dat ze zich vaak onvoldoende hebben beseft dat een heel groot deel van hun sociale leven echt verweven was met die onderneming. Ja. De sponsoring van de businessclub, voetbalclub. Ja. Eigenlijk alles is ermee verweven. En op het moment dat je bedrijf echt definitief verkocht is, drogen er ook een heleboel secundaire dingen op. Is dat het zwarte gat waar ze het over hebben wel eens? Ja. Ja. Dat je in één keer niet meer wordt gebeld en je... Dan is het stil. Ja. Het lijkt me best lastig hoor. Eerst ben je de held en dan zeker in die fase na verkoop toe. Want dat is natuurlijk wel... Je hebt het wel gewoon goed gedaan. En dan belt niemand je meer op. Nee, dan is het stil. Krijg je mailtjes meer. Nee. Je hoeft niet meer op de vergaderingen te komen. En dan is het gewoon stil. Ja. Maar dan, dus je ziet veel ondernemers dan toch wel weer of iets nieuws starten of zich inkopen weer in een bedrijf om hun kennis en ervaring daar weer in te zetten om een bedrijf weer naar een volgend niveau te tillen. Ja. Want ondernemerschap is gewoon ook leuk. Want betekent dat ook dat bij jou veel mensen werken die dit soort trajecten begeleiden, die daar ook verstand van hebben? Is dat belangrijk? Als jij dit soort gasten wil begeleiden, dan moet je volgens mij geen theoretische knaapjes hebben bij jou die zeg maar niet voelen wat zo'n ondernemer behelst, toch? Nee, dit is wat ik merk en wat ik zie is dat we zo'n beetje 80% van de mensen die bij ons echt dealmaker zijn, komen zelf uit een ondernemersgezin. Hmm. En begrijpen denk ik om die reden best goed wat een ondernemer drijft en wat hij belangrijk vindt. En juist eigenlijk wat ik net ook zei, je gaat zo'n intensief traject met elkaar aan dat het belangrijk is dat je over en weer begrip hebt. Dus dat zie je wel. Hey, nog twee vragen tenslotte. Waar gaat het wel eens? Waar gaat het als het misgaat? En dat bedoel ik niet als negatief einde, maar dat van missers kunnen we leren, zeg maar. Als jij terugkijkt naar al die trajecten die jullie al gedaan hebben, wat zijn de momenten dat het misging en wat voor een lering kun je eruit trekken? In het traject zelf of daarna? Nou, in het traject zelf. Te hoge verwachtingen. Ja. En een slecht plan. Dat zijn eigenlijk de allergrootste valkuilen die je hebt en die je tegenkomt. Te hoge verwachtingen in die zin. Qua waardering. Ja. Ja. Dus er zijn toch ook nog wel veel ondernemers die of de lat voor zichzelf te hoog leggen, of ooit een voorbeeld uit hun markt hebben gehoord waarbij 15 keer de winst werd betaald. Dat moet ik ook. En een deel van ons vak is ook het managen van die verwachtingen. Dus dat is een valkuil. Of gewoon een slecht plan. Inderdaad, de eerste vraag van een koper is: waarom verkoop je je bedrijf? Wat is het idee daarbij? Ja. En als dat niet helder is en als er niet een duidelijk plan ligt waar je bijvoorbeeld als je een investeerder zoekt met je onderneming naartoe wilt, dan is dat denk ik een hele grote valkuil waar je heel veel energie in zo'n proces kan steken. Zonder dat je uiteindelijk tot een transactie komt. En waar ging het mis na de verkoop, zeg maar? Wat zijn daar de leringen, de learnings uit? Ondernemers die te weinig hadden nagedacht over de tijd na verkoop van hun bedrijf. Wat ga ik nu doen? Hm. Ik heb best wel ondernemers dat als een tegenvaller zien ervaren, omdat ze er gewoon niet over hadden nagedacht. En inderdaad, het kan je het gevoel geven dat je minder belangrijk bent dan je ooit was. Ja, maar nou projecteer ik een beetje. Dat er zijn ook volgens mij best wel veel ondernemers die hebben geen hobby's en zo allemaal. Dat was werk. Ja, precies, dat wou ik eigenlijk nog zeggen. Ja. Ik ken weinig ondernemers die succesvol postzegelverzamelaars zijn. Ja, nee. Ja. Passie is ondernemerschap. Ja. En dan valt dat in één keer weg. Hey, en als laatste vraag. Wat zijn de gebieden die de komende... Ik zie ook een beetje als de visionair die de markt als geen ander kent. Tuurlijk. Wat zijn nou groeigebieden als je kijkt naar de komende 2-3 jaar? Hè? Want nou, laat ik zo zeggen, voor de ondernemers nu kijken, denken, ik wil er wel eens even naar kijken of ik mijn bedrijf richting die groei kan stuwen en verkoop. Wat zijn nou terreinen waarvan je denkt, die zijn kansrijk. Daar gaan we de komende jaren wel flink wat deals op closen. Die bedrijven die willen we wel op bezoek hebben. Ja, dat zijn de bedrijven waar je bijvoorbeeld met extra investeringen in marketing, of bijvoorbeeld waar een consolidatie op handen is, waar je versneld kunt groeien door een investeerder aan boord te halen. Of de bedrijven waarvan we weten dat er internationaal consolidatie plaatsvindt. Ja. En waarbij het logisch is dat bijvoorbeeld een Amerikaanse koper dit een aardige overnamepropositie zou kunnen vinden. Ja. Het is nu helemaal zo dat
bijvoorbeeld in Amerika de waarderingen voor middelgrote ondernemingen wat hoger liggen dan in Europa. Kun je er iets van zeggen van die waarderingen? Waar ligt dat ongeveer tussen? Het is weer per branche verschillend, maar dat kan 1 tot 3 keer de winst verschil maken. Ja, ja. Dus dat is de moeite van het extra zoeken wel waard. Ja. Dankjewel voor je insights, Tim. Graag gedaan. En dankjewel voor het kijken. En voor onze luisteraars van onze podcast uiteraard dank voor het luisteren. Dag. Dit was een interview met Tim van der Meer uit de serie Leven na de zaak. Aangeboden door experts ondernemersvermogen van ABN AMRO Mees Pierson. Wilt u ook uw vermogen na verkoop van uw onderneming goed laten beheren? Ga dan naar abnamromeespierson.nl en maak een afspraak.